Nou, ga maar gewoon mee. Hallo. Ik word helemaal afgeleid. Van de deuren. Van de deuren, ja, de deuren. En ik blijf ook van uw ballen. Hop. Hop. Ja. Oh. De deuren, wie steekt er voor de deuren? Ga binnen, de jongens zitten. Ga binnen, jongens zitten. Vraag wie ons af. En wie is dat? Oh, dat ligt Hendrik Havenkamp. Maar... is dat onze dorpsgek? Geweldig. Nu gooien we echt te ver. Want is de enige intellectueel van Drenthe. Hier is Evert Baptist. Ja hoor. Ja, goeiedag en zeg maar. Ik ben Evert. Joehoe. Ik ben Evert. En ik hou niet van werken. Ik ben te lui. Dat kun je wel merken. Maar een beetje. Die lust ik heel graag. Wie had dat ooit gedacht? De vrouwtjes die staan nu in rijen. Ze willen me hebben en dat dag en nacht. Ze staan in de wacht om te vrijen. Maar ik wil dat niet, het wordt me te gek. Ik wil graag naar mijn Greta terug. Ik stap op mijn plof en ik schud door het hek. Ik ga weer naar huis en daar vlug. Ja, van werken, ik ben te lui, dat kun je wel merken, maar een biertje, die lust ik heel graag, met een borrel, dat is goed voor de maag, ik ben Evert. Wat ben je lillijk? Wat ben je onmundig? Lillijk. Ja, dat klopt. Dat vind ik nu nog eens. Dat is een man die is eerlijk. Hij is helemaal niet lillijk. Ja, maar je bent nou gewoon, als ze maar geld hebben, dan ben je nu dan gewoon tevreden. Dat niet hebben. Toen hij geboren was, was hij heel mooi, maar hij is een beetje na opbedreugd. En wat is er met jouw lip gebeurd? Welke? Ik ben ze in de deur aan het lopen. Ja, dat kan gebeuren, hè. Even een persoonlijke vraag. Ben je ook een hoerenloper? Ja. Alleen ik kom niet op de wallen. Ik ga naar Nieuwstad in Groningen. Is goedkoper. Joehoe! En wat kost dat in de Nieuwstraat? 10 ritten kaart voor de 11 van geld. Hey, weet wie ook wel eens in Groningen komt? En is een van de grote gasten. Gaat bij de jongens zitten. Ja, of wil je liever bij Theo Tap? Maakt mij niks uit. Wat is bier? Bier is bij Theo Tap. René Riva, kom daar even zingen.